Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we wolkenvelden, maar ook opklaringen. We hebben dus een mengelmoesje aan de hemel en dat betekent dat er ook van tijd tot tijd buien kunnen vallen. Licht wisselvallig weer zullen we het maar noemen. Temperaturen halverwege de ochtend ongeveer 18 graden en de wind is vrij rustig. Vanmiddag stijgt het kwik naar zo'n 20 tot lokaal 23 graden, hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. De buien blijven aanwezig, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. Waar dat het meest gaat gebeuren dat is nu nog niet te zeggen. Wat ik wel verwacht is dat vanavond het aantal buien gaat minder worden en dat dan de zon vaker schijnt. Echt warme zomeravond kunnen we het niet noemen, want het is 19 graden rond de uur of 9. Morgen opnieuw veel wolken, van tijd tot tijd buien, maar ook af en toe zon. En in vergelijking met vandaag neemt de wind in kracht toe. Die wordt overal windkracht 4, aan zee ook af en toe windkracht 5. Zaterdag en zondag is de wind weer rustiger. Er valt nog wel een enkele bui, maar het droge weer overheerst. En bovendien zijn er dan ook perioden met zon. Het weerbeeld knapt dus wat op. Ook maandag slechts lokaal een bui en verder droog weer met geregeld zonneschijn. Temperaturen blijven 20 tot 22 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.